Juna, je bent niet dood. Juna, lieve Juna, word wakker. Juna, nee, Juna. Onze liefste Juna. Je slaapt, hè? Ja, hè? Je wordt nog wakker, hè? Word wakker, Juna. Je leeft nog, hè? Anders werden er geen takken gebroken, toch? Anders zouden ze toch niet meer dooreten. Juna. Kom op, Juna. Ach, Godje. Please, Juna, word wakker. Wakker, Juna. Misschien slaap je alleen. Kom, Juna. Sta op. We kunnen jou nog niet meer. Please, word wakker, Juna. Je slaapt, hè. Je slaapt. Want waar is een maatje nou, hè? Ja, waar is jouw vriendinnetje en je zus? En we hebben nog zo hard voor haar gezongen toen ze jarig was. Of een dierenarts misschien wel, want... Witte jas. En nou zei ik de hele tijd, word wakker, maar ik heb er nu eigenlijk niet meer zo'n hoop dat ze nog wakker wordt. Het ziet er te ernstig voor uit. Ze ligt nog steeds hoor, op dezelfde manier onder Barbara. Hey, oh nee, maar ik zag een beweging, maar dat was door de poot van oma, die deed met de poot. Kijk, daar in het hoekje zie je dat staartje, dat ligt al heel die tijd, ligt het staartje zo. Er zit geen leven meer in. Maar die gaat er nou allemaal proberen om er weer in de benen te krijgen, maar ja.
Kom jongens, probeer Juna nog één keer overheen te schoppen. Ja, dan gaat het schopje. Ja, en dan beweegt het. Nee, maar het is echt alleen omdat zij het doet. En Lara, die gaat weer proberen. Kom overeind, kom overeind. Och, arme Wawa. Och, nou gaat ze met het hele snuit erop zitten. Het is zo sneu, Wawa, die probeert het echt. Ga Juna nou echt nog overeind komen of doet Warma het allemaal, hè? Maar ja, dan nog is het niet best als ze nu nog leeft. Je ziet er echt bewegen, maar dat is omdat, volgens mij is dat echt omdat Warma er omhoog zit te proberen te krijgen. Kijk, daar ligt kleine Juna en dan gaat oma allemaal er tegenaan. Ja. Ze is zo trouwe oma, het is echt wel heel mooi. Dit is Tabootje. Die staat daar met Juna en Indra en Tabo. Die zijn gewoon een beetje aan het doen eten. Doen. Dat rotvirus blijft op de loer liggen. Het blijft altijd op de loer. Maar ja, we weten niet of het zo is. Maar ja, wat moet het anders zijn als ze zo snel achteruit gaan? Ja, trouwens, het is ook eigenlijk best redelijk normaal dat hun gewoon gaan eten. Want als die andere olifanten stoppen met eten, dan kunnen ze ook ziek worden. Dus. Ach, Barbar, wat ben je toch... Ja, Barbar eet niet, want Barbar is allemaal bij Juna.